Lou is gisteravond weer lekker bezig geweest. En als ik hem een beetje ken, ligt hij nu nog in zijn bed met een dikke kater. Maar omdat ik zo'n goede vriend ben, heb ik een speciale anti-katerdokter voor hem geregeld. Hypnotiseur Martijn. Hi. Hey man. Jij denkt dat je door middel van een hypnose Lou van zijn kater af kan helpen? Ja, dat gaan we doen, inderdaad. Van alle therapieën tot nu toe was eigenlijk alleen de anti-katertherapie van de Iceman succesvol. Okay. Je denkt, dit is een van de love weekendprogramma's vanavond, trots met serieuze wetenschap hier. Minder succesvol waren het stuntvliegen en het katerig beoefenen van een vechtsport. Jezus, wat zwaar je hart, zeg. En nu dus een nieuw experiment met de internationaal ervaren hypnotiseur Martijn Groenendal. All the way down, that's right, all the way down. Lekker worden. Hey, goedemorgen Lou. Heb je een kater? Bij hypnose geef je een deel van jezelf controle over aan de hypnotiseur. Die kan bijvoorbeeld proberen prikkels, zoals pijnprikkels, te blokkeren. Hypnose tegen een kater, heb je dat vaker gedaan? Ja, ik heb het heel vaak gedaan en ook bij mezelf. Ik heb veel katers gehad en elke keer gebruikte ik hypnose, elke zondagochtend. Dat klinkt wel echt freaky. Komt goed, man. Als het niet werkt, dan ga ik daar wel eerlijk over zijn. Dus ik, ja, zodat jullie niet in de maling genomen voelen. Ons doel is om je kater weg te halen, zodat je je beter voelt, meer energie krijgt. Ja. En zodat je mooie dingen kan gaan doen in het weekend. Heb je daar zin in? Ja, op zich wel. Volgens mij is het een mooie dag. Ja. Het zou zonde zijn als ik dus trillend en zweterig in mijn bed blijf liggen. Daar ga ik je van afhelpen. Nou ja, ik ben benieuwd. Veel plezier. Ja, succes man. Jij ook, Martijn. Zet je armen maar naast je lichaam. Laat je voeten elkaar raken. Laat maar gebeuren wat er gebeurt. Inderdaad, heel goed. Laat je armen helemaal slappen los als twee spaghetti slierten. Juist, dat is het. Helemaal slap en los. Kijk in mijn ogen. Dat is het. Hoger, hoger, hoger. Dat is het. Is dat jouw arm? Ja, volgens mij is het nu even jouw arm. Het is mijn arm. Hoger, hoger, hoger. Laat gebeuren wat er gebeurt. Fuck. 3, 2, 1. Juist, ja. Diep ontspannen. Diep ontspannen. Focus op mijn stem en mijn stem alleen. 3, 2, 1. Helder alert. Hi. Hi. Het is echt raar gek. We hebben alleen een suggestietest gedaan. Het echte werk gaan we nu doen. Dit is een voorgerechtje. En we gaan nu het hoofdgerecht doen. Wat ik wil dat je doet, is dat je je focust op één punt daar, ergens buiten. Net boven de horizon. En sluit je ogen, dat is het. Je elleboog wordt steeds iets zwaarder en de hand wordt lichter en lichter. Jezus, hoe hoger die gaat, hoe beter je voelt. Blijf focussen op mijn stem en mijn stem alleen. Hoe hoger die hand gaat, hoe beter je voelt. En hoe beter je voelt, hoe hoger die hand gaat. Juist, ja. En je voelt je ontspannen. Je hebt zin in het weekend. Je krijgt energie. Doe je ogen open. Kijk me aan. En slaap. Diep naar binnen nu. Ik geef je zo een denkbeeldige injectiespuit. Pff, juist, ja. Het komt binnen in je bloed naar binnen. En terwijl je gedurende de dag gaat, wil ik dat je het woord wat je nu in gedachten krijgt, dat woord. Een woord dat als je dat herhaalt vandaag, dat je in één keer weer die goede gevoelens krijgt. 4, oog open. 5, helder alert, fris en wakker. All the way back. Ja, ja, ik voel me wel lekker. Maar het was niet, zeg maar, dat gekkigheid wat ik ervan had verwacht, dat hypnose is. Het is een soort van geleide meditatie. Ja, ja. Nou, sta maar even op. Ja, neem een keer diep adem. En zeg chill. Chill. Juist. Chill. Dit is de Lou. Ja. Goedemorgen. What the fuck? Dat woord wat ik in mijn hoofd moest omwentelen, zeg maar, als ik dat nu tegen mezelf zeg, dan gebeurt er echt wat. Ja, ik zie dat ook, ja. Blij. Ja, het werkt gewoon. Ik ga zo... Blij. Dus het werkt gewoon? Ik zweer het je. Maar hoe voel je je nu? Beter dan een half uurtje geleden? Ik voel oprecht echt beter, ja. Je voelt je beter. Ja. Zit je nu thuis op de bank en denk je, ik geloof er geen hol van? Ga even naar de website voor een korte anti-kater zelfhypnosecursus van onze Martijn. Blij.